met het seizoen heel sterk begonnen met NK met twee titels. Daarna hele goede World Cups gereden. Toen helaas geblesseerd geraakt, waardoor ik wat meer tijd nodig had om te herstellen dan ik zelf gewild had. En ik hoop het seizoen eigenlijk net zo af te sluiten zoals ik begonnen ben. Met een hele mooie podiumplek, misschien wel een titel in Insel. Het blessureleed is eigenlijk ontstaan in Colalbo tijdens een zware val. Wat is er precies gebeurd en wat is daarna gebeurd? Hoe ben je teruggekomen? Nou, inderdaad, ik ben behoorlijk hard gevallen in Colalbo en daardoor heeft mijn lichaam echt een klap gekregen. Maar al mijn spieren die waren heel erg stijf. Het stond allemaal niet goed meer. Mijn gewrichten waren een beetje verdraaid en had een tik gehad. En daarna moest ik me plaatsen op het NK, voor het WK Sprint. Dat is niet gelukt, dat blesseerde ik me. En daardoor ben ik eigenlijk achter de feiten aangelopen een maandje. En heb ik het WK Sprint gemist. Maar ik heb daarna een ander traject gelopen dan ik gewild had. Maar wel een heel goed traject, denk ik, richting Insel, richting het WK of volgende week. En ik denk dat ik daar wel klaar voor ben. Hoe wil je het seizoen afsluiten? Met het allerhoogste of mik je toch op een podium plaatsen waar je nog nooit op gestaan hebt? Nee, klopt. Ik heb nooit op het podium gestaan van het WK afstanden. Maar dan ga ik echt proberen om op het podium te eindigen. En het allerliefst sta ik bovenaan. Dat is natuurlijk mooi. Dankjewel.